thuis zitten de ouders ruzie te maken. Vader van Sanne heeft de radio verkocht. Nou, je bent gewoon veel te gierig. En jij? Nee. Oh, hey, brieven. De postbode is net geweest. Hé, hey, kijk. Misschien mogen we die nou. Ja, voor mama mag alles. Kom. Ze hebben in een folder iets gezien wat ze goed voor school kunnen gebruiken. We hebben toch nodig voor school? Nee. Ja, maar dat... Je bent toch... We krijgen ook geen zakgeld van jou. Ja, best deze, maar geen zakgeld erbij. Is dat duidelijk? We willen deze hoor, niet die. De kinderen laten zien wat ze hebben, wat ze hebben gekocht. Mam, nou, er staat in dat je 12 potloden krijgt, maar... 17,49 maar en 12 potloden, maar het zijn er maar 4. Het zijn er 4? Ja. 4 potloden. Dus zitten er maar 4 in, serieus. En hoe duur was het? 17,49. Ik ben hier weg. Ja, pap, ga nou niet weg. Het weekend zit er weer op. De kinderen. Jongens, ik geef jullie vandaag een opdracht. Jullie moeten in groepjes een plattegrond maken van de Olympische Spelen. De juf heeft de kinderen al in groepjes verdeeld. Zij noemt een naam op. Nou jongens, bij wie gaan we het doen? Kan wel bij mij. Ja, ze doen het bij mij doen, want ik heb een nieuwe kamer. Ja, doe. Oké. De kinderen overleggen over de opdracht en diverse kinderen bieden aan om de opdracht bij ze thuis te maken. De kinderen zijn inmiddels bij Sanne thuis. Ze zitten te praten wat ze gaan doen. Echt heel saai om dat werkstuk te maken. Maar ja, het moet. Maar misschien kunnen we wel wat anders doen. Wat wil je dan doen? TV kijken of gamen misschien? Ja, dat vind ik ook wel leuk. We hebben nog een week. Ja, tuurlijk, dus dat lukt wel. Dat gamen joh, gaan we lekker gamen. Laat jongen, de stippenlijn veel te duur. Ik ben het nog steeds niet mee eens. Wat gebeurt daar nou? Wat? Ja, jij hebt nog geld. Jij hebt ze alleen op pad laten gaan. Dus? Ja, maar dan ben ik er niet mee eens. Zusje van Sanne zit in de woonkamer. Oh nee, doen ze het weer. Ik word er zo moe van altijd. Ze moeten het echt eens mee stoppen. Nee, ik geef ze geen geld meer, dan laat ik ze ook niet meer wegsturen. Ik weet dat ik het niet goed heb gedaan, maar ik laat ze niet meer op straat. En ik geef ze ook geen geld meer. Nooit meer. De filmliefhebbers zitten bij elkaar. Tekeningen. Nee joh, dat gaan wij niet doen. We maken er een film af van. Ik heb nog wel wat films in mijn la. Zullen we samen even een film uitzoeken? Ja hoor, ja. Heel leuk. Daar ben ik het helemaal mee eens joh. De film is toch vet leuk? Nou, maar welke? Ja. Ze worden onderbroken, omdat hier ook twee ouders zijn die ruzie maken. Ja, welke afspraak gemaakt? Die hoeft toch... Welke afspraak? We zitten toch nu een beetje krap met het geld. Maakt toch niet uit? Daar hebben we het gisteren nog over gehad. Dat weet ik echt niet meer hoor. In de klas vraagt de juf of het gelukt is met de opdracht. Nou jongens, is het gelukt met het huiswerk? Ik heb het vermoeden dat jullie helemaal niks hebben gemaakt. Dus je hebt allemaal voldoende voor deze les. Shit, weer onvoldoende. Daar baal ik echt van. Ze komt met veel vuur in haar ogen richting het lokaal van... Ik hoor dat mijn kind onvoldoende haalde. Ze kwam binnen met een lepeltje en haar huiswerk niet gemaakt. Daardoor kan ze niet doorgaan. Het zou toch niet zijn dat als je een paar hebt gehad, dat je dan meteen blijft zitten? Ze heeft het meeste van dit jaar heeft ze heel veel onvoldoende gehaald. Daardoor blijft ze zitten. Even later komt er nog meer boze ouders de klas binnen. Waarom heeft mijn kind een onvoldoende? Na een paar keer onvoldoendes blijft ze toch niet zitten? Dat is echt niet eerlijk. Ze heeft een paar onvoldoendes gehaald, dat is wel waar. Wat is er? Het is gewoon niet leuk dat jullie elke keer ruzie maken en dat jullie gaan scheiden. Ik ben het zat. Ach meisje, wat vervelend dan. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Nou, ik schaamde er me een beetje voor. Dat hoef je niet te doen hoor. We maken ook altijd thuis ruzie. Ja, ik ook. Maar dan maken we ook ruzie. Ja. Mijn ouders zijn ook gescheiden en hebben ook ruzie. Ik dacht dat ik de enige was. Het spijt me, ik wist echt niet dat het zo ver zou gaan. Het is zo goed. Mooi. Sorry dat ik het niet opgemerkt. Weet je wat? Ik geef iedereen een nieuwe kans. Yes! Yeah. Een week later zitten de kinderen allemaal de toets te maken. Ze hebben allemaal voldoende en ze gaan over. De ouders praten samen met elkaar. Ze besluiten om uit elkaar te gaan. Ze hebben duidelijke afspraken gemaakt over de kinderen.